jij daarop blijft. Nou, dan moeten we het afblazen. Vanmorgen een hele interessante patiënt binnengekomen, die met die Bentwell-procedure. Ja, ik hoorde het. Ja, ik zou toch ook wel graag wat meer van die operatie willen zien voor de opleiding, hoor. Ja, ik heb die CD-ROM inderdaad ontvangen, maar die thoraxfoto die staat er niet op. En die heb ik nu nodig. De vraag zich af of het een potentiële orgaandonor is. Oké, dan kunnen we het best overleggen via de HD-videoconferentie. Je ziet dat videoconferencing bij het AMC een enorme vlucht nemen is. De specialisten besparen heel veel tijd, kunnen heel intensief met andere specialisten die waar ze ook ter wereld zitten overleg hebben. Ze kunnen heel makkelijk veel beeldmateriaal op een eenvoudige manier uitwisselen. En daarom is het hier echt een succes. Hey Paul, als ik het goed zie, dan is de nierfunctie niet gestoord. Videoconferencing is maatwerk, omdat je rekening mee moet houden voor wie het is, hoe groot de groep is. Wat voor specialisme erbij betrokken is. Het lijkt me een hele mooie methode om makkelijk te kunnen overleggen als er twijfels zijn in een ziekenhuis over is dit een potentiële donor, ja, nee. Je wil toch de patiënt en de gegevens kunnen zien en daarom is deze methode denk ik uitermate geschikt. We bieden een korte instructie aan de voorzitters van de videoconferencingvergadering aan. We lopen de hele quick reference card van begin tot einde door. Daarmee zorgen we ervoor dat de vergadering zo soepel mogelijk verloopt. Ik heb hier een nieuwe patiënt, een prostaattumor. We zouden jullie even mee willen kijken naar het bestralingsgebied. Zo grof is dit een beeld van voor of na de bestraling. Voorheen kon je wel de foto's inzien die meegestuurd waren. Maar dan kon je ook niet overleggen over die foto's. En nu kan je gewoon tegelijkertijd, terwijl je de CT-scan zichtbaar heb, kan je met de tegenpartij overleggen wat hun conclusie daaraan was. En dat is onmisbaar tegenwoordig.